Het telecommunicatiebedrijf Telesuur is bezig met het plan om een academie op te zetten. Dit verklapt de directeur Mike Antonius in gesprek met de nieuwsdienst. De leidinggevende merkt op dat het concept dat tot stand gebracht zal worden samen met bestaande organisaties zal gebeuren middels partnerschappen. Vanuit Telesuur hebben wij ook zulke taak voor ons weggelegd. En wij hebben het plan opgevat om in ieder geval te beginnen met de Telesuur Academy. Niet om het allemaal zelf te gaan doen, maar om te partneren. Weet je, er zijn al wat gesprekken gevoerd, initiële gesprekken om te kijken hoe we meer kunnen partneren met bestaande instituten. En met op een constructieve manier te doen. Vooral, daar leg ik echt wel een nadruk op, want het is niet de bedoeling gewoon dat Telesuur met een bak geld komt of wie dan ook. En dat voor de rest, we moeten op een constructieve manier en we moeten het belang van beseffen. Kijk, het gebied van IT biedt zoveel mogelijkheden in de wereld van vandaag. Landen als India, Bulgarije, die hebben een gigantische voorsprong opgebouwd omdat ze zijn gaan investeren in IT en hun IT-mensen zijn vreselijk skilled en hebben werk over de hele wereld. De directeur geeft verder aan dat er in Suriname op een kleinere schaal kan worden gewerkt aan investeringen op het gebied van ICT, zoals dat in het buitenland gebeurt. Antonius vertelde ook dat het oud gebouw van WebHelp, dat van Telesuur is, anders ingezet zal worden. Het oude gebouw waar aan de Sonnebloemstraat, dat is van Telesuur en dat gaan we anders inzetten nu. We gaan het inzetten voor onze eigen medewerkers, we hebben wat plannen. Dus in eerste instantie heb ik al intern ruim over gecommuniceerd, gaan we de werkplekken aan de Havenlaan, daar gaan we de mensen tijdelijk onderbrengen aan de Sonnebloemstraat. En dan gaan we daar aan de Havenlaan renoveren. De directeur wil nog niet kwijt wat er zal gebeuren met het gebouw van Telesuur aan de Havenlaan dat gerenoveerd zal worden.